We gaan even zwemmen. En het beekje stroomt nogal snel. De zon komt op en wij zijn aan het inpakken. Met z'n vieren noemen we ons inmiddels de squad. Die is nu net gegroeid met 3 man. Say bye bye. Na een goede lunch zijn we door aan het rijden naar Giva. En Giva is een historische plaats in Oezbekistan, omdat het een oude onderdeel is geweest van de zijderoute. In Oezbekistan loopt er 1 rivier en die zorgt ervoor dat dit gebied relatief groen is. De rest van Oezbekistan is woestijn. Wij zijn in Giva beland. Giva, zeggen ze hier. Dat is bijzonder omdat deze muren heel erg oud zijn. We zijn aangekomen en nu hebben we honger. Dus we gaan in dit hokje zitten van het nummer 1 restaurant in Giva. Now, I'm impressed if you stand on your head, if you could do that. Wij kopen treintickets voor naar Samarkand. En dan gaan we morgen naar Samarkand. Dan is het nog een dag 4 of 5 richting Dushanbe. En dan beginnen we aan de Pamir Highway. Augustus daar is. We lopen op de eeuwenoude stadsmuur. We kijken daarbij uit over een werkelijk Aladdin plaatje hier. We zoeken het hoger op. It's pretty much a Brit party going on, except for Noemi being French. We've encountered the rare British people and a random French person. God save the gracious queen. Hey, we're not nationalistic, we're British, we're not American. Push, push, push. Wij staan halverwege Giva en Ourgenç hier in de schaduw. Gelukkig konden we dat vinden. De Ourgenç zelf is nog een kilometer of 15 geloof ik. En dan pakken we een trein naar Samarkand. Het voelt aan de ene kant heel erg zuur. Aan de andere kant had ik voor deze reis niet gepland dat ik de Pamir Highway zou doen. En dan zou ik nu eigenlijk goed op schemer zijn. Omdat ik de Pamir niet in mijn planning had, was mijn planning er niet helemaal naar. En nu moet ik gewoon die treinen pakken omdat ik heel graag toch die Pamir wil doen. Omdat het mooiste stuk natuur te zijn, schijnt te zijn en qua bergen en vooral verlaten. We gaan even zwemmen. En het beekje stroomt nogal snel. Lost in the sight of you alone. Here I'll stay till dawn. The breeze in the sky sings me a song. Here I'll stay till dawn. Cheers! Wij zijn net uit de trein gestapt in Samarkand hier. En nu gaan we een plek zoeken om te slapen. In Samarkand zelf is ook niet altijd alles lekker geregeld qua wegen. Wij komen aan hier bij het Registan, zo heet dit intense complex. Long stand, man. Ik ben met de squad op verkenning.
omgelopen wat niet mag. Levert wel wat mooie beelden op. Een interessant trappetje naar beneden. Bijzonder van deze gebouwen. Eentje komt er uit de 15e eeuw zelfs. Een andere komt er uit de 16e eeuw. En het is hier gewoon ouder dan de meeste oude gebouwen in Europa. Dat is zo ontzettend gaaf. De zijderoute is gewoon, en wat dat betreft het Midden-Oosten, gewoon zoveel ouder dan het meeste wat je in Europa kent. En dat is heel gek, omdat je op heel veel plekken in Europa bent geweest. Waar je eigenlijk van weet, oh, dit is ongeveer wel heel erg oud. En dan denk je aan Amerika en denk je, oh, dat is allemaal niet zo oud. Maar dan besef je helemaal niet dat eigenlijk de boel hier nog een stuk ouder is. Dan daar. Wij bezoeken de lokale markt. De fietsen moeten wel goed vastzitten. Ik sta op de markt in Samarkand en dat is groot, heel groot. Ik drink bier, maar niet alleen, want we zijn met een hele stoet aan het Cheers. Deze jongen komt jullie ongetwijfeld bekend voor, net zoals zijn kleine broertje. William en Jalen, de Laclay Brothers. En dat is tof, want we gaan ook ongeveer allemaal dezelfde kant op, in ieder geval oostwaarts. Ik kom nu even een zandtornado over de weg heen zetten zo.